Een heel hartelijk welkom vanmorgen. Misschien kan iedereen een plekje vinden, want we gaan beginnen. Een goedemorgen. Kijk, de helft zit al, maar de rest die blijft nog een beetje staan en babbelen. Het is wel heel gezellig, maar... Ja, we gaan beginnen. Een goedemorgen allemaal. Hebben jullie zin in deze dienst? Ja, het wordt echt een super toffe dienst. We gaan dopen vanmorgen. Ja, goed zo. Vandaag wordt een toffe dienst. Dus een heel hartelijk welkom aan iedereen, maar ook aan de gasten. Zijn er veel gasten vanmorgen? Zijn er veel gasten? Nee? Zijn geen gasten? Als er wel gasten zijn, er zijn wel gasten, zie je wel. Dan, als je geen informatiepakketje hebt gehad nog, dan kun je die halen bij de balie achterin in de hal. En dus een heel hartelijk welkom. En ook aan de livestreamkijkers. Wij gaan lekker beginnen. En de kinderen mogen zo meteen, nadat we gebeden hebben, naar hun eigen groepen op de Jagijskade. Dus ik heb maar één mededeling. En dat is dat de gebedswandeling, de tweede gebedswandeling, er weer aankomt op 2 maart. En ik wil iedereen uitnodigen om te komen. Alleen hebben we maar plek voor 20, 25 man. Dus je moet je echt opgeven, wil je mee kunnen, want het wordt heel speciaal. We gaan namelijk voorbeden doen op het dak van de BAVO. En dit is een heel speciale plek. Het is de plek waar ook de wachters de controle hielden over de veiligheid van de stad van Haarlem. Nou, we gaan bidden, want we verlangen naar om Gods hart voor de stad te ervaren. En dus gaan we dat doen op het dak van de BAVO. Dus je moet je echt opgeven, je moet ook goed ter been zijn. En, want we moeten allemaal sluipdoorgangetjes in om daar op die plek te komen. Maar geef je op. Het is heel bijzonder. De eerste gebedswandeling was al super tof. Er kwam een bewogenheid van de Heilige Geest. En dat verwachten we deze keer weer. Dus geef je op. Nou, voor deze dienst heb ik een tekst. Uit Romeinen 6 vers 4. En waar ik nou bij bepaald werd, was... Er staat, zoals Jezus is opgewekt door de macht en de majesteit van de Vader... Zo mogen wij een nieuw leven leiden door de kracht van de Vader. En dat vond ik zo tof, die tekst. Dat we mogen leven door de majesteit van de Vader. Maar wat is de majesteit van de Vader? We hebben het zo nodig om God beter te leren kennen. Zodat we in zijn tegenwoordigheid... Ja? Ja, ik ben er weer. Dus we hebben het zo nodig... He, om iets te weten van de majesteit van de Vader, om te kunnen wandelen met hem. En ons leven te wandelen in geloof. Nou, laten we ons daarna uitstrekken vanmorgen naar de majesteit van de Vader. Dus willen we allemaal gaan staan, gaan we lekker bidden. Goedemorgen, Heer Jezus. Dank u wel, Heer, dat u hier bent. Dank u wel, Heer Jezus, dat we ons mogen uitstrekken naar u. En Vader, dat we ons mogen uitstrekken naar uw majesteit. Dat we leven door u, Heer, in de kracht met u, Heer. Heer, we strekken ons naar u uit. Wilt u onze ogen openen vandaag wat het is, Heer, dat we mogen leven door uw majesteit. Heer Jezus, dank u wel, Heer, dat u onze God bent. Dat u de koning der koningen bent. Dat u boven alles troont, boven onze situaties uit. Heer, dank u wel voor de dopelingen vandaag. We bidden dat het een hele toffe, gezegende dienst wordt. Een dienst van joy in de naam van Jezus. Amen. Amen.
onze God ooit stoppen? Wie kan 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 onze God ooit stoppen? Wie stopt onze God? Want God is de leeuw, de koning van Juda. Hij wilt, hij is machtig, hij heeft onze veldslag. En elke zal voor hem buigen. En Jezus het lam, het offer dat kwam. Voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij. En elke zal buigen voor de leeuw. And I will love you, Lord, my rock.
Goedemorgen gemeente. Oh, is dat lekker hard? Iedereen wakker. Het is feest vandaag, want we gaan dopen. Yes. Geweldig. En terwijl ik het aan het voorbereiden was, moest ik denken aan een stuk wat in de Handelingen staat. Het staat in de Handelingen 8, vers 26. En er staat, er kwam een engel van de Heer bij Filippus. Hij zei tegen hem, ga tegen de middag naar de weg die van Jeruzalem naar Gaza gaat. Dat is een eenzame weg. En Filippus ging erheen. En ik moest gelijk denken, in andere vertalingen staat een woestijnweg. Het is een weg waar niemand anders was. Afgelegen stuk. En toch stelt God alles in het werking om die ene te bereiken. En Filippus gaat daar naartoe. En hij ontmoet inderdaad een man daar, een Ethiopiër staat daar. En die is op weg van Jeruzalem naar Gaza. Hij is daar geweest om God te aanbidden. En hij leest daar een stuk van de profeet Jesaja. En terwijl hij het aan het lezen is, hij leest het wel, maar hij snapt het eigenlijk niet. En de Heilige Geest zegt tegen Filippus, ga eens naast die wagen lopen. En hij hoort hoe die man uit Jesaja aan het voorlezen is. En hij zegt, snap je wat je leest? En die man die zegt eigenlijk van, hoe zou ik dat kunnen als niemand het mij uitlegt? Mooi hè, dat God het al weet van tevoren en iemand naar hem toestuurt. En hij gebruikt, Filippus gaat dat tekstgedeelte wat die man aan het lezen is, gaat hij gebruiken om uit te leggen wie Jezus is. En ik kan me zo voorstellen, het staat er niet beschreven in het stuk, maar ik kan me zo voorstellen dat Filippus gaat vertellen hoe Jezus rondwandelde, hoe die mensen genas, hoe die mensen bevrijdde, hoe die niet gekomen was om veroordeling op te leggen op mensen, maar juist hoe die gekomen was om mensen te behouden. Hoe die tot het eind gehoorzaam bleef aan wat God hem voorhield en dat hij voor ons de weg naar het kruis ging. Dat hij aan het kruis al onze ongerechtigheid op zich had genomen. Zodat wij zijn rechtvaardigheid konden ontvangen. En dat het daar niet eindigde, dat het niet ophield bij het sterven van Jezus aan het kruis voor ons. Maar dat hij na een aantal dagen opstond uit de dood. Dat we een God hebben die leeft. En dat diezelfde opstandingskracht, waardoor Jezus was opgestaan, dat die in ons werkzaam kan zijn. Dat we samen een leven mogen leiden met Jezus. Een overwinningsleven. Een leven samen met hem. En hij moet daar iets bij verteld hebben over het dopen. Want de reactie van die man is, kijk, daar is water. Kijk, daar is water. Is er iets op tegen dat ik word gedoopt? En Filippus zegt tegen hem, gaat van even springen. Als u gelooft met de hele hart, is er niets op tegen. En die man zegt, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat is dat niet wat dopen symboliseert? Dat we zeggen van ja, ik geloof. En er staat niets meer in de weg om gedoopt te worden. Dan staat er niets meer in de weg om samen met Jezus te gaan leven. Om het oude weg te wassen en op te staan samen met Jezus. En vanaf dat moment, vanaf die dag, wandelen we samen met Jezus. In die opstandingskracht. En zo gaan we vandaag twee mensen dopen. Eentje zal nu gelijk tijdens de dienst gedoopt worden. En ander zal tussen de twee diensten gedoopt worden. Dat is op basis van medische grond. En Vee gaat gedoopt worden en Sandra gaat gedoopt worden. En ze zitten daar al. En ik ga zo Vee naar voren roepen. Maar ook Sandra heeft tijdens het gesprek al aangegeven van eigenlijk wat ik net vertelde. Dat ze gewoon niet meer alleen verder wil gaan, maar dat ze samen met Jezus verder wil gaan. En dat zijn gewoon prachtige verhalen om te horen. En ik zou zeggen van, we gaan straks een stuk getuigenis horen. En als je nou meer wil weten, spreek die mensen gewoon aan. Want dat zijn gewoon zulke kostbare verhalen. Elke getuigenis op zich is iets waar we,
ja, waar we gewoon van mogen genieten. Vee. Ja, moedig hem maar aan. Nou, daar sta je dan. En dit is altijd zo grappig, want ik kom hier sinds 13 januari pas, dit jaar. En ik vraag me dan ook steeds af waarom mensen dan hier zo over dat podium heen en weer lopen en dan zeggen, ja, maar ik krijg ineens een hele andere ingeving. Ik krijg iets anders door wat ik moet vertellen. Nou, dat had ik dus gisteravond en vanochtend en nu op dit moment. Dus ik heb besloten dat ik dit voorlees en dat ik dan vervolgens gewoon... Ja, mijn verhaal wat dus nu ineens mijn hoofd binnenkomt, dat ik dat dan ook nog even kort vertel, als dat mag, als dat kan. Ik begin gewoon met een stukje wat ik, zeg maar, op mijn manier uit de Bijbel heb gehaald. En dan lees ik het gewoon voor. Ik denk dat dat het makkelijkst is. Blijf op de Heer vertrouwen. Hij zal jullie steunen met zijn grote macht. Gebruik Gods wapen en verdedig je daarmee tegen de slechte bedoelingen van de duister. Want we vechten niet tegen mensen, maar tegen machten en krachten die over de wereld willen heersen. We vechten tegen de leiders van de duisternis, tegen de hoogste kwade machten. Pak daarom de wapens die God jullie geeft. Dan kunnen jullie je verdedigen tegen de duisternis op de dag dat hij aanvalt. En dan zullen jullie zijn aanval laten mislukken. Nou, dat klinkt heftig, hè, voor iemand die pas een maand hier komt. Maar het is minder ernstig. Ik ben er getuige van hoe mijn zoon van net 13 jaar oud... zichzelf al zijn hele leven verdedigt tegen de duisternis. Het is een hele lieve jongen met een goede inborst... die niet wordt begrepen door de buitenwereld. Door zijn omgeving. Familie. Vriendjes en met name school. Hij zit op een speciale school omdat hij gedragsproblemen zou hebben. En graag dingen op zijn eigen manier doet. We hadden zelf geen invloed tijdens de basisschoolperiode. Hoe vaak we ook gingen praten op school met de docenten, de reacties waren en bleven star. Xavier, zo heet mijn zoon, is een leergierige jongen die rust, structuur, maar vooral ook intellectuele uitdaging nodig heeft. Anders is hij snel verveeld, gaat hij piekeren en wordt hij onrustig. Hij past zich heel snel aan zijn omgeving. Dus als andere kinderen druk zijn, wordt hij nog even wat drukker. Uiteindelijk was mijn zoon zo verbitterd dat het voor het jonge kereltje het er allemaal niet meer toe deed. Zijn verdriet en wanhoop werd aangegrepen door de duistere kant en mijn lieve kind veranderde in een boos jongetje dat zich onbegrepen voelt door de hele wereld en zelfdestructief reageerde op zijn omgeving en op zichzelf. Een aantal maanden geleden ging het goed fout met mijn kind. We kwamen in een nachtmerrie terecht waarbij de toekomst uitzichtloos lijkt. Tot mijn verbazing vertelde zo'n lief mij zo'n 2 maanden geleden dat hij christen was geworden. Toen Xavier nog geen 3 jaar oud was, vertelde hij mij dat hij God zag als zijn licht en energie. Dat deze goddelijke energie overal en iedereen zat. Zo had hij wel meer bijzondere uitspraken door de jaren heen. Toen hij jong was, werd hij graag voorgelezen uit een boek met kinderbijbelversjes, gebedjes en ook de verhalen die in de kinderbijbel stonden, vond hij mooi om na te luisteren en zelf te lezen. Gedurende de jaren verdiepte mijn zoon zich in verschillende religies en stromingen. Op mijn vraag wat maakte dat hij christen was geworden, gaf hij mij te kennen dat het geloof was. Jezus had hem geraakt en hoop gegeven. Mijn zoon gaf aan de Bijbel te lezen en in het vervolg enkel goed te willen doen voor mens en dier. En daarop vertelde zo'n lief mijn verhaal. Jezus zei, stel dat iemand 100 schapen heeft, maar hij raakt er 1 kwijt. Wat zal hij dan doen? Hij laat de 99 andere schapen achter en gaat op zoek naar het ene schaap dat hij kwijt is. En als hij het vindt, dan is hij blij. Luister goed naar mijn woorden. Dat ene schaap maakt hem gelukkiger dan alle andere schapen die hij niet kwijt was. En zo is het ook met jullie Vader in de hemel. Hij wil niet 1 gelovige kwijtraken. Ik was geraakt door de twinkel in mijn zoon zijn stralend groene ogen toen hij mij dat verhaal vertelde. Ik ervaarde hoe mijn zoon vol liefde sprak over God en Jezus. Meerdere verhalen uit de Bijbel vertelde. Hij kent hem zo'n beetje uit zijn hoofd. Het is ongeloofwaardig, maar het is echt waar. En vertelde in de juiste context
hoe de verhalen zeg maar hun functie hadden op ons in het hedendaagse leven. Ik wilde mijn zoon begrijpen in zijn geloof naar Jezus en naar God. En zo heeft Jezus ook mijn hart bereikt, via het geloof van een kind. Er waren mensen die kinderen bij Jezus brachten. Ze wilden graag dat hij zijn handen op de kinderen zou leggen en voor hem zouden bidden. Maar de leerlingen hielden de mensen tegen. Toen zei Jezus, laat die kinderen bij me komen, houd ze niet tegen. Want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen. En Jezus legde zijn handen op hen. Nou, dit verhaal heb ik dus verteld aan iemand die Xavier vroeger heeft geholpen als hulpverlener. Die ik later weer tegenkwam binnen mijn werk. Ik ben zelf ook jeugdzorgwerker. En die ik daarna weer tegenkwam bij intervisie. Dat is om je registratie te behouden om als jeugdwerker verder te kunnen. En op een of andere manier, daar zit ze, Ingrid. Kwamen wij tijdens een intervisiebijeenkomst met z'n tweeën te zitten. Dus ik ging bij haar lekker soep eten en een broodje erbij. En ik heb haar in vertrouwen genomen. En ik vertelde haar ook hoe ik tot geloof was gekomen, niet wetende dat Ingrid dus ook gelovig is. En van daaruit vertelde zij mij dus dat ze ook gelovig was. En zo ben ik eigenlijk bij de shelter terechtgekomen. Ik zei op een ochtend, ik ga naar een kerk in Zandpoort. Want ik was natuurlijk aan het rondkijken. En toen zei ze tegen mij op 13 januari dit jaar, waarom ga je niet eens bij de shelter kijken? Ik wil je niks opdringen, maar daar heb ik heel veel aan gehad. En zodoende sta ik dus hier nu, 17 februari. Omdat God blijkbaar door mensen heen werkt. En Ingrid 4 keer in mijn leven opnieuw terecht is gekomen. En ik heb het al die tijd niet willen zien. Maar ik heb heel veel aan haar gehad. En nog steeds heb ik heel veel aan haar. Dus ik wil ook Ingrid bedanken. En Jezus bedanken. Dat Ingrid in mijn leven is. En hier nu ook getuige van is. En haar man natuurlijk. De deksel moet er nog even af. Als jij er klaar voor bent, dan mag je komen. Vee, we gaan jou dopen op grond van jouw getuigenis. En datgene wat in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in datgene wat gelijk is aan zijn dood en zijn opstanding.
Vee, van de week was ik met dit moment bezig en ik moest denken aan een verhaal in Markus 3. En daar, dan is Jezus in een huis bij, aan het eten en het hele huis loopt helemaal vol met mensen. Er is echt een oploop in het dorp. En op een gegeven moment staat een familie buiten de deur ze hebben zoiets van, ja, volgens mij is er iets, is hij een beetje gek geworden, Jezus. En ze willen hem eigenlijk ophalen. En Jezus zegt dan eigenlijk iedereen, ze zeiden van, je familie is er, moet je niet naar buiten. En op een gegeven moment zegt Jezus, weet je, iedereen die mijn wil doet, die is mijn familie, die is mijn broer, mijn zus, mijn moeder. En ik denk dat God tegen je wil zeggen vanochtend van, je hebt een familie erbij gekregen. En wij zijn jouw broers en zussen. En mensen die Jezus ook volgen, daar mag je bij horen. Dus je hebt er als het ware een nieuwe familie bij. En God zegt allereerst, jouw identiteit is dat je een dochter bent van God. En daarnaast heb je bent zijn geliefde kind. En je hebt een plek in Gods hart. Maar ook in Gods gezin en in zijn koninkrijk en in deze familie en in Gods familie wereldwijd. Dus dat geef ik jou mee vanochtend. Ja, Vader, we zegenen ook Vee. Dank u wel, Vader, voor wat u in haar leven aan het doen bent. En we zegenen, Heer, haar met nog meer van uw liefde, nog meer met uw vrede en uw vreugde, Vader, de vreugde van uw Heilige Geest. We zegenen ook voor de vervulling. We zegenen u ook met de vervulling met de Heilige Geest. Heer, vul Vee van top tot teen. Heer, en laat er ook echt die intimiteit met uw Heilige Geest kennen, Heer, nog meer. En dank u wel, Vader, ook voor haar familie. We zegenen ook haar zoon en haar familie. En iedereen die om haar heen staat, Heer. En ik bid dat ook haar familie door haar heen gezegend zal worden. Heer, en dat zij ook uw liefde en vrede en vreugde mogen ontdekken. En dank u wel, Vader, voor meer van u. Heer, vul Vee van top tot teen met uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Vanochtend, Vader, we gaan een lied doen. We raise a hallelujah. En ik wil vragen of jullie willen gaan staan. En ik ga Vader echt, vorige week hebben we het lied ook gezongen. En ik ga Vader echt, wanneer je een doorbraak nodig hebt, maakt niet uit wat, dat dit het lied is wat je mag gaan zingen vanuit het diepste van je hart. Van overwinning. Maar dat je voor je overwinning mag gaan zingen en God mag prijzen. Met echt geloof. Met het Griekse woord pistis, geloof. Dus ik wil je ook uitdagen en vragen wanneer je een doorbraak nodig hebt om naar voren te komen en om dit lied met volle overgave mee te zingen. Vaak zit er een stap van geloof in een profetische handeling. En wat het ook is, wat God er gaat doen, maar God ziet die handeling. Dus voel je vrij om te komen, voel je vrij om te staan, om te dansen. Boven je disappointments, alles wat je tegenzit of wat er gebeurt, maar dat je mag weten dat God die belofte al jaren aan mij is. Yes. My weapon is a melody.
middle of the storm. Louder and louder, I'm gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. And up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Yes. Ik denk dat er meer in zit, gemeente. Ik geloof dat we dit nog niet zingen vanuit de diepste krater van ons leven. Is dat we opklimmen op die berg en dat we op de hoogste puin, op de diepste puinhoop, dit gaan zingen. God wil iets doen met vrijheid vanochtend, met waarheid. Want de waarheid zal je vrijmaken. De waarheid die God spreekt en de beloftes die hij doet, doet hij omdat er bestemming is en omdat er geloof is. En Vee kaapte toen straks al de tekst van vanochtend voor me weg. Maar ik bevestig het nogmaals vanochtend. Ik moest denken aan Efeze 2, waarin staat: hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en onze plaats gegeven in de hemelse sferen in Christus Jezus. Niet langer ik, maar Christus leeft in mij. Het draait niet meer om mij, maar het draait om Jezus Christus. Weet je, en ik was er van de week over aan het nadenken en ik zat over de wapenuitrusting te denken. En een van de wapenuitrustingen die bleven in mijn gedachten resoneren, kwam terugkomen. En er staat in Efeze 6: Tenslotte zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelse sferen. We leven in een natuurlijke wereld, maar er is een bovennatuurlijke wereld. En God geeft daar een tool voor, waarin staat: houd stand met de waarheid als gordel om je heupen. Laten we dit nummer met elkaar nog een keer zingen. Met de waarheid van de beloftes van het Koninkrijk van God als gordel om je buik, als een waarheid waar je aan kunt vast kan houden. En ik geloof dat als we dit nummer opnieuw gaan zingen, dat het een andere dimensie gaat krijgen, omdat God door kan komen in die waarheid. Dus laten we dit nogmaals met elkaar zingen. En gemeente, laten we verwachten, zoals we nog nooit verwacht hebben, dat God doorbreekt in deze zaal, in Jezus' naam. Sing a little louder.
Yes, Vader, over elke situatie. Vader, over mijn familie. Over mijn werkgever, Heer. Over mijn buurt en mijn buren, Heer. Over mijn eigen gezin, Heer. Over ons land en over onze stad, Heer. Vader, want ze zullen U kennen, Heer. Heer, dat is wat we profiteren over onze steden en dorpen, Heer. Vader, dat bij elke puinhoop staan wij met geloof. Ik wil u vragen om uw handen op te heffen, indien mogelijk. Heilige Geest, kom op dit moment. Dank u wel dat u hier bent, Heilige Geest. Vader, dank u wel, Heilige Geest, dat u ver voorbij ons verstand gaat. Laten we God aanbidden, gemeente. Ja, ik wil iets met u doen. Ik vind het spannend, maar ik ga het met u doen. Ik wil met u samen juichen. En ik wil niet zomaar juichen. Ik geloof dat God Haarlem wakker wil maken met ons gejuich. Ik geloof dat, weet je, dat de duisternis gaat horen. Dat zijn tijd gekomen is om te gaan. Dat onze stad terugkomt en teruggaat naar de Heer die er gaat. En ik stel voor om in God in aanbidding de eer te geven. Het is een uiting van dank, van lof, prijs, van aanbidding. Laten we een moment met elkaar juichen. Jezus!
Vader, dank u wel. Dat we als gemeente op de puinhopen van Haarlem mogen staan. En de halleluja mochten opheffen, Heer. Vader, wat achtergelaten is en hoe het erbij staat, dat is aan u, Heer. Vader, maar wij heffen als kerk onze handen in aanbidding op naar u, Heer. Vader, wil omarmen ons met de waarheid, Heer. Want uw waarheid maakt mij vrij. In Jezus' naam. Amen. Amen. U mag gaan zitten. Dank u wel, Heer. Goed, ik heb een korte mededeling voor dit moment. Afgelopen 2018 is inmiddels voorbij en vanochtend hebben we nog een memorabel moment. U ontvangt van ons vanochtend voor de laatste keer in papiervorm de 10e brieven. Een memorabel moment, want wij gaan ook papierloos, we gaan over. Maar u krijgt dat, maar ik wil dat u hem straks in ontvangst neemt. Met oprechte dankbaarheid van ons als gemeente, dat u afgelopen jaar ons gesupport heeft. En ik bid ook gewoon dat als u de envelop overmaakt, dat u dat viert wat u heeft mogen investeren in ons als gemeente, in ons als Haarlem en omstreken. Dit is voor het Koninkrijk. Dus na de dienst, tussen de twee diensten in, is de mogelijkheid om je 10 brieven op te halen, mocht je daar de fiscus mee willen verblijden. Ik ga Walfried het doorgeven. Yes. Misschien heb je haar al gezien, Gina. Yes. Helemaal uit Ghana. Misschien wil je even naar voren komen, Gina. Wat goed dat je er weer bent. Fijn om je weer te zien. Aha. Ja. Ik had wel verwacht dat je in een heel mooi Ghanees gewaad zou komen. Het was te koud. Hoe is het met je? Goed. Goed. Het is goed om jullie allemaal te zien. Goh. Maar voor de eerste keer. Het is 5 jaar geleden. Ik kan niet geloven dat ik naar Ghana verhuisde met mijn man. Op een gegeven moment werd hij ziek. We zijn teruggekomen, Wesley. En Mario hebben samen met mij gebeden. Ging goed. En we gingen terug. En op een gegeven moment ging hij weer weg af wat. Maar wat goed was, dat toen we weer terugging, was hij zo gefocust op God TV. Hij keek iedere moment als hij wakker was, tv aan, Joyce Meyer, Supernatural, Waarom Israël, al die dingen ging hij kijken. En af en toe vroeg ik van, Tom, hoe is het met je? Dan gaf hij antwoord, it is well with my soul. Yeah, hij was gewoon naar God gekomen. Yeah. De laatste tijd dat God hem had gegeven, die 6 maanden, heeft hij benieuwd om God te vinden. En dat heeft me zoveel goed gedaan. Want ik was een beetje teleurgesteld dat hij weer bergaf ging. Maar God had een plan. Hij is weggegaan. Ik ben met hem naar Nederland gekomen. Gecremeerd, terug naar Ghana. Ik was bij Walfried geweest en Walfried vroeg van, wat ga je doen? Kom je terug? Ik zei, nee, ik ga door met wat ik begonnen was. Nou, ik wist niet dat het zo zwaar zou zijn. Het is zo zwaar geweest, die eerste 3 jaar. Ja, ik was al 26 jaar in Nederland, dus ik was geen Ghanese meer. Nou, ik kreeg malaria, ziek, alleen thuis. Ik was op een gegeven moment zo verzwakt na een malaria-aanval. En toen opeens kreeg ik een bericht van Petra, ik kom naar je. Ik kon mijn oren niet geloven. Ik had een vriend nodig, een christen zuster nodig. En Petra kwam. Zij kwam met astma. Ik was revalideren van malaria. En we gingen iedere avond samen avondmaal vieren. Iedere avond, avondmaal. En voordat zij wegging, was zij genezen van de astma. Wow.
En ik ook gewoon goed weer sterk. En het is goed gegaan. Ik heb huisjes gebouwd voor mij. Opkeep zou ik zeggen. Want die meisjes, wat die stikt in, dat is gewoon vrijwillig. Er kwam geen geld uit. Dus daar was mijn. Die huisjes, die brengt me een beetje geld. Ja, want even voor de mensen die het niet weten: je hebt een tehuis voor meisjes. Voor meisjes voor opleiding tot naaisters, 3 jaar opleiden. En. Die huisjes wat ik verhuur, dat is aan het strand, ergens in het dorp. Maar het dorp is een bolwerk van de boze. Zoveel hekserij, zoveel van ze geloven in goden, bomen die goden zijn en dat soort dingen. Het is zo duister daar. Aanstaande 6 maart is een festival, daar komt iedereen van de hele wereld, meer dan 5000 mensen. En dan wordt alles wat pervers is daar gedaan. Ze hebben jungle party, roken van wie, alles. Dus ik ben constant aan bezig met bidden voor het dorp. En daarom word ik ook constant aangevallen. Maar ik heb mensen in dienst van het dorp. En die door mij allemaal naar de koninkrijk gekomen. Het is zo mooi dat de security man, die is inmiddels een christen geworden. En de weg naar die huisjes was helemaal, je moet zien gaan, alles zelf doen. Dus ik heb hem weggemaakt naar die huisjes. Dan moet je elektriciteitspalen ook neerzetten. En er is een punt. Iedere keer als ik een lamp indoe, dan gaat hij dezelfde dag de lamp kapot. En ze zeggen dat een god of een macht daar is en die houdt niet van het licht. Dus na de vierde lamp zei ik tegen de security man van ik kocht zo'n lamp. Ik zei, ik pak een olie, ik salve het, I change this into the blood of Jesus en ik smeer het op de lamp. Ik zei, go with the electrician, do it. And if he's a god, let him touch it. En die jonge ging, de electrician is ook van de dorp en hij zei, whatever you are, I don't care whatever you are. We are the children of light. If you love darkness, go away from here. This place is door God gemaakt. And God is El Elohim. He made the world. If you don't like the light, go away. I'm putting it there. If you are God, touch it. Now, it is new banner to a man. And the lamp brand nog. The lamp brand nog. Yeah. And afgelopen kerst, ik wil gewoon iets bijzonder doen. Ik zei tegen mijn zoon, ik wil iets bijzonders, een goede kerst, niet voor mijzelf, maar voor anderen. Hij bracht geld, mijn zoon die in Engeland is. Dus ik kookte kerstmaaltijd voor 250 gevangenis. Ik met de minister naar de gevangenis. En voor 18 was ik weer down met malaria. In 22 was ik zo, ik kon niet eens lopen. Ik liep zo schuivend. In 24 zei ik, God, hoe moet ik, ik heb al boodschappen gedaan. Ik moet naar de gevangenis, waarom kan ik nu niet lopen? En 25 was ik wakker, ik voelde me wat sterker. Ik ging lopen, ik kon wat stappen, ik dacht, oh, ik ga. Maar hier, ik heb niet voorbereid, wat moet ik tegen hun zeggen? En ik hoor, tell them I love them. Ik zei, ja, maar dat is zo breed. Ja, nou, ik was aan het douchen en aan het denken van hoe kan ik gewoon tot realiteit brengen. Want je hoort het zo vaak dat het een soort cliché is. En ik zat met mijn, ik heb een 4x4 een hour, maar hij doet het zo goed. Al mijn eten en drankjes in met mijn zus. We gingen naar de gevangenis en op weg had ik een idee. Ik zei, oké, die is goed. Mijn zus heeft eerst gesproken en de minister ook. En toen ging ik opstaan. Want ze zei, ja, door Gina's zoon hebben wij die kerstmaaltijd gebracht. Dus jullie moeten haar bedanken. En Gina, wil je wat zeggen? Ik zei, ja. Ik stond op. Ik zei, ja, wie heeft ooit een telefoon verloren? Nou, ze ging allemaal hun handen opsteken. Want ze denken, die vrouw brengt ook onze telefoons. Ik zei, ja. En wie heeft het weer teruggekregen na een week of zo, dat iemand het heeft gevonden? Na een paar. Ik zei, nou, wat was het gevoel toen je telefoon terugkreeg? Ja, ik was heel blij, want ik dacht dat ik al die informatie en de
contact weg was. Ik was zo blij. Ik zei, God zegt, dat is hoe hij van jullie houdt. 10.000 meer dan 10.000 telefoons. En ze gingen allemaal van. Ik zei, jullie zijn waarde. Waardevol voor God. En die begon te vertellen van, you shouldn't go back like you came in. God has a plan for you. Use your time here to look for him. And God doesn't hate you. He loves you. You are here because maybe he's protecting you from the world and give you time to reflect on your life. En het ging zo in dat na de hand ging we gewoon een altar call doen. En meer dan 40 gevangenen kwamen naar voren om hun leven. Het is de beste kerst ever. Dank je. Zo hè. Dankjewel Gina. Yeah. Het is goed dat je hier bent. Yeah. Wat ik zie is dat je hebt inderdaad een hoop meegemaakt. Het is een hoop struggles geweest. Maar ik zie aan je gezicht inderdaad dat je veel hebt meegemaakt. Maar af en toe dan verschijnt die hele mooie glimlach. Die verschijnt weer terug. En die is niet weg. Nee. Vader en ik zegen Gina. Dat de momenten van glimlach, Heer, dat die zullen toenemen. De komende jaren die voor te liggen. Heer, dat het van overwinning en van glimlach naar glimlach zal zijn. Heer, ze is ergens doorheen gebroken. Ze heeft ergens doorheen gevochten. Het is een moeilijke periode geweest. Heer, maar die glimlach die is ze niet kwijt. Heer, en ik zegen je, Gina, met meer vreugde, met meer blijdschap. In de naam van Jezus. Amen. Goed dat je hier bent. Ja, mooi. Dank je wel. Ik stel voor, Gina, dat je straks na de dienst even voor aankomt staan. En ik wil aan het gebedsteam vragen of jullie gewoon tijd nemen om even lekker voor haar te bidden en te profiteren. Zullen we dat doen? Doen we. Goed. We lopen erg uit, maar ja, maakt niet uit. Het wordt gewoon wat later. Ik heb een hele korte mededeling. Dat is namelijk, afgelopen zondag hebben we een gemeenteavond gehad. En daar was het hartstikke druk. Dus dat vind ik ook een heel mooi signaal over de betrokkenheid van de gemeente. Ik kan me heel goed voorstellen dat die avond onrust heeft gegeven en heel veel vragen heeft opgeroepen. Ik heb hele goede reacties gekregen, maar ook reacties van mensen met vragen en een stukje onbegrip. En dat begrijp ik. Op zich is het ook logisch, er is een hele hoop stof is er opkomen waaien. Dat stof dat daalt langzaam weer neer op de grond. Dus we hebben besloten om volgende week zondagavond, dat is 24 februari, 's avonds om 19:30... om een tweede avond te doen, een vragenavond. Waarin we gewoon verschillende vragen willen beantwoorden. En waarin we ook gewoon graag willen vertellen, vrij uitgebreid over hoe we als gemeente omgegaan zijn met deze situatie. En dus als je zegt, hey, ik heb toch een beetje een ongemakkelijk gevoel overgehouden aan die avond. Ik heb vragen, wil ik je echt vragen om daarbij aanwezig te zijn. Anders mis je echt een groot deel van het verhaal. Dus zorg ervoor dat je daarbij bent. Voor mij persoonlijk is deze tweede avond misschien nog wel belangrijker dan de eerste avond. Omdat dit ook laat zien hoe we gemeente willen zijn. Die eerste avond was niet af, dat heb ik ook gezegd, hij was niet af. Ik hoop dat we hem volgende week dat we het af kunnen maken. Ook als je erbij was en je zegt, nou, ik vond het een heerlijke avond, dan wil ik je ook aanmoedigen om er wel bij te zijn. Waarom? Omdat we ook op die tweede avond kunnen laten zien van, kijk, zo'n gemeente willen we zijn met elkaar. En ik weet zeker dat het heel veel onrust en heel veel vragen zal beantwoorden. Dus zorg ervoor dat je volgende week zondagavond, de 24e om 19:30 beginnen we, is inloop en 19:45 starten we de avond. Dus van harte welkom bij deze tweede avond. Goed. Heb jij opgave gedaan? Nee? Die zou jij doen, Jeroen? Jongen. Nou, dan bid ik voor de opgave. Vader, dank u wel dat we ook vandaag weer gewoon de offergave op mogen halen. En ik wil iets anders doen. Ik zou het voor willen stellen dat we het aan Gina meegeven. Zullen we dat doen? Gewoon even spontaan. Mooi. Dus dat we opgaven ophalen. Investeren in wat zij doet. Je hebt het net gehoord. Ze doet een prachtig werk onder Ghanese vrouwen. Vrouwen die bijna alles kwijt zijn. Ze hebben alleen Gina nog, bij wijze van spreken. En we laten gewoon ruimhartig geven. En saai gewoon in het werk wat Gina doet. En daar willen we je echt van harte mee zegenen, Gina. Dat je dat weet. We houden van je. We vinden het geweldig wat je doet. En deze opgave is voor jou. Jan. Ja. Goedemorgen. Ja, ik wil eigenlijk iets vragen van jullie. De gemeente gaat best door een hele moeilijke fase heen. En dat bent u met me eens, denk ik. Er zijn best heel veel dingen gebeurd de afgelopen tijd die impact hebben. En ik weet als leider hoe ongelooflijk ingewikkeld het is om dan een goede koers te varen, de juiste besluiten te maken. Je kunt het eigenlijk nooit goed doen.
Maar je doet wel ongelooflijk je best. En we hebben best een jong leiderschap, een jong oudste team. En ik zou eigenlijk willen vragen, gemeente, zullen we dat oudste team gewoon even een hart onder de riem steken door even een geweldig applaus te geven? Ja? Goed. Wesley, jij hebt mijn tekst gepikt, man. Hoe kan je dat nou doen? Vroeger stond ik daar verbaasd over, maar tegenwoordig niet meer, want ja, zo werkt de Heilige Geest gewoon. Hè? Dus jij bespaart me even de inleiding. Dus ik had dat stuk uit Handelingen willen lezen. En Handelingen 8, vers 26 tot 38, voor de livestream kijkers die alleen de preek te zien krijgen. Dus dan moet je even zelf Handelingen 8, vers 26 tot en met 38 lezen. Ik pik het ene vers eruit waar ik een accent op wil leggen. En dan ga ik los. Vers 35, daarom begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus. En toen ik dat opnieuw las, hoe raakte me dat zo? Hij predikte het evangelie van Jezus. Hij predikte niet in een of ander iets over een vage God of zo. Hij predikte niet de wet, hij predikte niet de hel. Nee, hij predikte het evangelie van Jezus. En ik geloof niet dat we altijd beseffen wat dat betekent, wat het evangelie van Jezus inhoudt. Evangelie betekent een goed nieuws, een blijde boodschap, goed nieuws. Dat is wat de engel zei tegen de herders toen Jezus geboren was. Dan zeggen ze, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat zijn de eerste woorden die Jezus sprak. Zijn allereerste preek in Nazareth, in de synagoge. Zijn allereerste woorden zijn, ik kom jullie goed nieuws brengen. Goed nieuws brengen. Ja? Hij kwam geen slecht nieuws brengen, hij kwam goed hoopvol nieuws brengen. Er staat erbij maar niet, zo kwaad was God op de wereld, dat hij zijn zoon Jezus naar de aarde zond. Nee, er staat, al zo lief had hij de wereld, dat hij zijn zoon naar deze aarde zond. En dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws. Ik weet niet wat voor associatie u met goed nieuws heeft, maar ik hoor heel vaak dingen, denk ik, oh, daar word ik blij van. Dat is goed nieuws. Gisteravond zag ik even op teletext dat PSV gelijk had gespeeld. Ik dacht, dat is goed nieuws. En als vanmiddag Ajax weer wint, dan zeg ik, dat is goed nieuws. Maar het goede nieuws wat ik je ga brengen, het goede nieuws van Jezus, is zoveel malen groter. Wat is het goede nieuws? In Lucas 1, vers 78 staat het goede nieuws in een prachtige zin, zeg maar, uitgesproken door Zacharias. En dan zegt hij het volgende, het hart van God loopt over van liefde en goedheid. Wauw. Het hart van God loopt over van liefde en goedheid. En dat zijn woorden, weet je, als je heel lang christen bent, dan heb je ze misschien wel vaak gehoord. Maar iedere keer weer opnieuw merk ik, het kan hier zitten, ja, maar de afstand tot je hart is soms zo groot. En soms twijfelen zo aan die goedheid en die liefde van God. Maar er is liefde, er is goedheid. Jezus zei tegen een wereld vol hopeloze, wanhopige mensen. Ja, jongens, ik kom goed nieuws brengen. Er is een God die ongelooflijk veel van je houdt. Maar datzelfde nieuws kwam hij ook brengen bij de schurken. Ik heb ze even op een rijtje gezet. Bij de leugenaars, de uitbuiters, de bedriegers, de verkrachters en de moordenaars van die tijd. En weet je wat hij deed? Hij sloot ieder mensenkind in zijn hart. Waarom? Hij wilde ze bij vader brengen. Hij wilde ze bij God brengen. En dat deed hij niet door tegen ze te preken of door ze te veroordelen. Nee, dat deed hij door ze het hart van God te laten zien. Als je alle evangelie leest, er is geen enkele tekst waar je ziet dat Jezus zondaars confronteert met de wet van God. Wist je dat? Geen enkele tekst kun je vinden. Dat is niet wat Jezus deed. Dat is niet, hij kwam maar één ding doen. Hij kwam het liefdevolle hart van God kwam hij tonen. Het verhaal van de Samaritaanse vrouw, hè, als je dat niet kent, maar Jezus komt op een plek en hij heeft dorst en er zit een Samaritaanse vrouw. Hij was een Jood, nou, Joden en Samaritanen gingen niet zo goed met elkaar om. Hij was een man, zij een vrouw. En dan krijgt hij een openbaring over die vrouw. Ja, dan ziet hij dat die vrouw 5 mannen heeft gehad. 5 relaties, 5 keer getrouwd geweest, 5 keer gescheiden. Ja, en nu leeft ze met een 6e man, leeft ze samen. En Jezus had alle recht, hè? Hij was de vertegenwoordiger van God, om te zeggen, wat ben jij een slechte, immorele vrouw. Ja? Je hebt 5 keer het 7e gebod overtreden, waarin staat, gij zult niet echt scheiden. Maar Jezus confronteert deze vrouw niet met de wet. Maar weet je wat hij doet? Hij ziet de ongelofelijke dorst in het hart van deze vrouw. Hij ziet de wanhoop in deze vrouw. Weet je wat hij tegen haar zegt, met mijn woorden even? Hij zegt, vrouw, je hebt je leven lang geprobeerd de dorst in je leven te lessen op de verkeerde manier. Maar als je van mij drinkt, als je een openbaring krijgt van mijn liefde voor jou, lieve vrouw, ja, dan zul je nooit meer dorst hebben. Dan zal je leven totaal veranderen en totaal anders worden. Dat is wat Jezus kwam doen, steeds weer opnieuw.
En dit soort boodschappen hou ik ook vaak in kerken. En de afloop krijg ik mensen bij me. Zeggen, ja, maar Jezus' boodschap had ook een boodschap van bekering, hè? Ik zeg, ja, dat is waar. Ik zeg, maar dan heb jij er gelijk jouw bril bij op, jouw paradigma. Dan zie je Jezus al staan met zijn veroordelende vingertje. Bekeer je. Hè? Bekeer je, want het koninkrijk van God is nabij gekomen. Nou, ik geloof niet dat Jezus het zo deed. Henk, wil je even slachtoffer zijn voor me? Ik geloof dat het heel anders was. Henk, kom even. Ja. Henk, loop even die kant op. Henk gaat een kant op. En die kant, weet je, die brengt hem in een leven van wanhoop, van hopeloosheid en weet ik wat. En weet je wat Jezus doet? Jezus komt bij hem lopen. Dat is wat Jezus doet. Ja, die zegt, Henk jongen, die weg die je nu gaat, is niet de fijne weg, man. Als je zo door blijft gaan in je leven, dan eindig je echt op een hopeloze plek. Maar joh, als je met mij meegaat, als je omdraait, als je bekeert, joh. Wow. Ik laat je een wereld zien, man. Ik heb een toekomst voor jou, man. Moet je kijken, man. Die zo hoopvol is, die zo mooi is, jongen. Volg mij weg, ja. Dat is de manier waarop Jezus zijn boodschap bracht van bekering. Henk, voel je niet veel blijer nu? Ja, veel gelukkiger, ja. Dat dacht ik wel. Dat is zo belangrijk. Ja, niet die veroordeling. Zijn hart liep over van liefde en goedheid. Er is maar één soort mens in de Bijbel waar Jezus boos op is. Maar één soort mensen waar Jezus streng tegen spreekt. Er is maar één soort mensen die Jezus veroordeelt. En weet je welk soort mensen? Genaderovers. Genaderovers. Farizeeërs. Wat zijn genaderovers? Ik heb het vanochtend weer even op een rijtje gezet. Genaderovers jutten je op, drijven je voort, putten je uit, leggen een verkeerd juk op je schouders. Ze veroordelen je, ze geven je een schuldgevoel, ze maken je duidelijk dat je het nooit goed genoeg doet. Genaderovers zijn als dieven, als moordenaars. Ze stelen je vrijheid, ze stelen je levensvreugde, ze doden creativiteit en ze doden spontaniteit. Dat is wat je continu ziet in de Bijbel met de Farizeeërs. Maar Jezus is totaal anders. Jezus zegt, ik heb een geweldige, mooie weg voor jou voor ogen. Draai je om. Weet je, ik wil je mijn hart laten zien. En weet je, dat doet hij op zo'n mooie manier. En hij leert ons, en dat is belangrijk ook in de tijd waarin we leven, om op dezelfde manier die liefde aan anderen te geven. Op diezelfde manier. Hij zegt in Galaten 6 vers 1, dan zegt Paulus het volgende. Hij zegt, broeders en zusters, als u merkt dat een van u een misstap heeft begaan. Iemand doet een zonde, wat voor zonde ook. Iemand doet iets volkomen fouts. En jij ziet dat en dan zegt hij, moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Ja, dat is ook wat Jezus deed. Zachtmoedig op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Nou, ik heb het weer eens uitgezocht, op het rechte pad brengen. Het Griekse woordje katariso. En weet je wat dat betekent? Dat betekent repareren. In zijn oorspronkelijke staat brengen. Weer de goede richting opzetten. Het herstellen in een rechtopstaande positie. Dit is zo mooi. Dit is wat Jezus continu deed. Ja? Door het hart van liefde te laten zien, nam je mensen mee en hielp je mensen weer opnieuw in een rechtopstaande positie. Mensen die gebukt gingen door het leven, met schuldgevoelens, met veroordeling, die hielp hij weer uiteindelijk overeind. En God vraagt van ons dat we hetzelfde doen. Ja? Dat we niet vanuit de hoogte oordelen hoe mensen zondigen, maar hij zegt eigenlijk, joh, je moet op gelijke vloer komen, zachtmoedig. Dat betekent dat je naast iemand komt, ja? In die gebrokenheid. Dat is wat Jezus doet bij die vrouw die gezondigd, dat weet je nog, hè? Overspel gepleegd. En dan komen de Farizeeërs en die staan met stenen klaar en zeggen tegen Jezus, joh, wat moeten we doen? En die vrouw die zit er op de grond, man. En daar die mannen, die schreeuwen, hè? Het oordeel. En wat doet Jezus? Die bukt naast haar neer. Die begeeft zich op het niveau van haar. Die vreemd zelf als het ware met deze zondares. Niet uit de hoogte. Nee. Met deze zondares. Ja. Maar hij komt naast haar staan. Ja. En hij toont haar dat geweldige hart van liefde van God. Zo ontzettend mooi. En weet je wat er gebeurt? Als we geraakt worden door die liefde van God. Dan kan het niet anders. Dan gaat ons leven veranderen, radicaal. Weet je dat? Dan heb je maar één verlangen. Om die God die jou hebt geraakt met die liefde, om die God te volgen. Dan heb je maar één verlangen, inderdaad, om je om te draaien en achter die God aan te gaan. Dat is wat Paulus schrijft in de Romeinenbrief. Dan zegt hij, veracht u dan zijn onbegrensde goedheid niet, zegt hij. Doe dat niet, zegt hij. Want weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen. Zie je dat? Het Engels zegt zo mooi, it's your kindness
that leads us to repentance. Het is niet de wet die ons tot bekering leidt. Het is niet het oordeel wat ons tot bekering leidt. Het is niet een boodschap van de hel die ons tot bekering leidt. Nee, het is de boodschap van Gods goedheid die uiteindelijk tot bekering leidt. Ik geniet van de verhalen in de Bijbel. Een van de mooiste verhalen vind ik het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. Iedere keer weer opnieuw maakt dat indruk op mij, als ik dat lees. Even in de setting, Jezus is in Capernaum. En zoals gewoonlijk is er een menigte om hem heen. Die dringt zich op aan hem. En in die menigte bevindt zich een man wiens dochtertje, een overste van de synagoge, is die ernstig ziek is. Die dreigt te sterven. En deze man die klampt zich vast aan Jezus, die komt bij hem en die zegt, joh, wil je me helpen? Mijn dochtertje die ligt op sterven, wil je meekomen? En Jezus besluit achter deze man aan te gaan. En die hele menigte, duizenden mensen om hem heen, die zich om hem heen verdringen, die hele menigte die gaat zo achter hem aan. En hij wandelt die kant uit. En dan komt er een paap met een vrouw in de buurt van die menigte, die al 12 jaar lang aan bloedvloeien leed. 12 jaar lang. Ik ben geen vrouw, ik weet niet wat het is om zeg maar een menstruele cyclus te hebben. Hè. Maar vrouwen, als je dat hebt, dat is niet leuk. Hè. Steek je hand op als je het leuk vindt als je menstrueert. Niemand vindt het leuk, nee, dat dacht ik wel. Ja. Dat is niet leuk. En dat geeft allerlei hormonale dingen in je leven. Het put je ook uit, je wordt er moe van en weet ik wat. Deze vrouw, onafgebroken, 12 jaar lang, onafgebroken, lijdt ze aan bloedverlies. 12 jaar lang. Dat betekent een continue, chronische vermoeidheid. Deze vrouw is zo hopeloos, je moet het maar lezen, zo'n mooi verhaal is het. Dat ze, het staat letterlijk dat ze al haar vermogen had uitgegeven aan doktoren om van deze ongelooflijk vreselijke kwaal verlost te raken. En er staat er, maar niemand had haar kunnen helpen. Dus ze was niet alleen, zeg maar, ziek en zwak, maar ook nog eens een keertje arm geworden. Deze vrouw moet een vreselijk leven hebben geleid. Ze was voor de Joden een onreine vrouw. Ja, als je bloedvloeien had, ja, als je menstrueerde alleen al, en je zat op een stoel en je ging weg van die stoel, dan moest die stoel eerst gereinigd worden. Er kon geen ander op die stoel gaan zitten. Als je menstrueerde en je had iets aangeraakt, dan mocht een ander familielid dat niet aanraken. Deze vrouw, ja, 12 jaar lang achter elkaar alleen maar bloedvloeien. Dat betekent dat alles wat ze aanraakte, werd onrein. Ze kon geen mens meer aanraken. Moet je je voorstellen, 12 jaar lang mag je niemand aanraken. En niet aangeraakt worden. Ik weet niet of ze getrouwd was, er staat er niet bij, of dat ze kinderen had. Weet je, maar het moet toch vreselijk zijn dat je 12 jaar lang, dat je niemand mag aanraken, dat je niet geknuffeld wordt. Dat er geen liefkozingen meer zijn. Deze vrouw is door een hel gegaan. Echt door een hel gegaan. Daarbij was er ook nog eens een keertje de veroordeling van mensen om haar heen. Ja, die al riepen naar haar als ze in de buurt was, onrein. Uit de buurt van ons blijven. Ze mocht ook niet de tempel in of de synagoge in. Dat was verboden gebied voor mensen met bloedvloeien. Nooit in de samenkomst van God. Je mocht niet bij God, mocht je komen. Oh, en het oordeel van die mensen. En er werd gefluisterd. Nou, er moet wel iets gebeurd zijn. Ze zal wel een behoorlijke zonde hebben begaan. Zo werd de gedachte. Als je ziek was, dan was er zonde in je leven. Deze vrouw ging gebukt onder schuld en onder schaamte. Een vreselijk leven, een eenzaam leven. En dan hoort ze op een dag van die wonderwerker Jezus. En er komt een stuk hoop in haar. Ik denk, oh, zou er ook hoop voor mij zijn? Maar ja, hoe moet je het doen, joh? Ze loopt naar hem toe en er is daar die menigte. En ze mag niemand aanraken. Iedereen die ze aanraakt, wordt onrein. Als ze ontdekt wordt door anderen, beginnen ze al te roepen onrein. Ik denk dat ze een sluier heeft omgedaan om zichzelf, zeg maar, onherkenbaar te maken. Maar deze vrouw heeft iets gedaan. Die heeft haar schaamte overwonnen. Dat schuldgevoel overwonnen. En ze had maar één verlangen, maar één doel. Ik wil naar Jezus toe. En dan ging ze door de menigte heen. Wat betekende dat? Dat betekende dat ze allerlei mensen aanraakte. Ja? Allerlei mensen onrein maakte. Maar ze dacht, ik ga door. Ik ga door. Ik moet de vrouw met een rok hebben. Oh, mijn eigen dochter heeft iets kort staan. Ja? En de zoon van... Ze pakte de zoom, ze dacht, als ik alleen maar de zoom van zijn kleed kan aanraken.
zal ik al genezen worden. En ze raakte hem aan. En moet je maar eens lezen, er staat hem al. En exact op dat moment kwam de genezende kracht van Jezus openbaar. En droogde, hè, de bron van vloeien droogde op. Ze was in één keer genezen. Ze had er nog maar één gedachte. Ik moet hier wegwezen, wordt het men ontdekt wie ik ben. Dus die vrouw door die menigte weer weg. En dan opeens staat er. En Jezus draaide zich om. En hij zei, wie heeft mij aangeraakt? De discipelen die lachen wat. Wie heeft mij aangeraakt? Allerlei mensen dringen zich aan u op en raken u aan. Maar Jezus wist, één iemand heeft mij anders aangeraakt. Wie heeft mij aangeraakt? Hij wil dat die vrouw zich bekend maakt. En weet je wat die vrouw doet? Lees het maar. Die hoort die stem van Jezus. Die haar naroept. Wie heeft me aan? Hij weet het natuurlijk. Lees het maar hoor. Die duikt in elkaar, staat er. En ze trilt van angst. Ze trilt van angst. Waarom? Ze is bang opnieuw voor veroordeling. Ze is bang dat Jezus zegt. Wat ben jij een slechte vrouw? Hoe heb je dat? Je hebt al die mensen aangeraakt. En bovenal, je hebt mij, de zoon des mensen, aangeraakt met je onreinheid. Ze verwacht oordeel. En weet je wat Jezus doet? En het is zo jammer, in de nieuwe vertaling, de NBV, hebben ze dat gewoon uitgelaten. En het staat zo in de grondtekst. HSV heeft het gelukkig weer hersteld. Weet je wat hij zegt tegen deze vrouw? Hij zegt, dochter. Besef je wat het betekent in die tijd? Dochter. Hij zegt, jij hoort bij mij. Niks, geen veroordeling. Hij heeft er aangekeken, met liefdevolle blik en gezegd, dochter, zegt hij. Ja? Vanaf nu af aan ben jij behouden. Niet alleen genezen, maar je bent behouden. Je bent thuisgekomen. Jezus schenkt deze vrouw, ja, zijn ongelooflijke liefde en goedheid. Mijn vraag vanochtend is, hoe denk jij dat Jezus naar jou kijkt? Hoe kijkt Jezus naar jou? Op dit moment, misschien gisteravond toen je op internet zat te surfen naar verkeerde sites. Hoe kijkt Jezus naar jou? Kijkt hij geërgerd? Kijkt hij boos? Kijkt hij met een blik van, wat heb je nou weer gedaan? Ik word zo moe van jou. Kijkt hij veroordelend? Met ogen die eigenlijk zeggen, nou, voor jou heb ik het opgegeven. Hoe kijkt hij naar jou? Of kijkt Jezus met ogen naar jou? Komt hij? Vol liefde, trots, verrukt, bevestigend, ontfermend, genadevol, met een ongelooflijke glimlach en een blik van goedkeuring. Hoe denk je dat Jezus naar jou zou kijken? Het heeft alles te maken met ons godsbeeld. En ik moet nog zoveel christenen die een verkeerd godsbeeld hebben. En ik heb zelf ook nog wel eens een gevecht mee, met het godsbeeld van God. Wie is God? God heeft een gezicht gekregen door Jezus heen. Als je naar Jezus kijkt, dan kijk je, goed luister, in de ogen van God. En als je in de ogen van God kijkt, en dat zie je als je naar het leven van Jezus kijkt, dan zie je iets zo moois. Dan zie je ogen vol liefde, vol ontferming. Altijd. Op elk moment van je leven. Waar je ook zit, wat je ook uitspakt, op elk moment van je leven kijkt Jezus met een ongelooflijke, liefdevolle blik naar jou. Als we dat beseffen, man, dan zal ons leven radicaal veranderen. Als we beseffen dat die ogen van Jezus op ons rusten. In Gods ogen staat geschreven hoeveel hij van ons houdt. Psalm 34, vers 6, een van mijn lievelingsteksten, zegt, wie naar hem opzien, die stralen van vreugde, schaamte zal een gezicht niet kleuren. Als ik kijk in de ogen van Jezus, in de ogen van God, dan verdwijnt elke veroordeling van mijn schouders. Elk gevoel van schaamte, elk gevoel van tekortschieten, dat valt van me af. Want Jezus kijkt naar me met een ongelofelijke blik van liefde. In Gods ogen smelt elke schaamte, elke veroordeling, elk gevoel van afwijzing, elk gevoel van niet waardig zijn, elk gevoel van er niet bij horen, van niet geliefd zijn. In Gods ogen besef ik opnieuw dat ik bijzonder ben, dat ik geliefd ben, dat ik kostbaar ben, dat ik waardevol ben. Maar sommigen van ons strijden daarmee. Soms zijn we al heel lang Christus en toch knokken we met het feit of God wel werkelijk van ons houdt. Zoveel christenen lopen rond met schuldgevoel. Omdat ze niet genoeg stille tijd houden.
Heel eerlijk, wie heeft er wel eens last van dat je toch je schuldig voelt omdat je te weinig stille tijd houdt? Waarom? Waarom zou je schuldig voelen als je te kort stille tijd houdt? Wie legt dat schuldgevoel op je schouder? Doet Jezus dat? No way. Dat is een stemmetje in jezelf of aanklacht van de boze. Heb je ook eens het gevoel, hè, dan wordt hier gesproken over krachtige christenen. Dan hoor je prachtige verhalen, ja, over Wesley die op straat met mensen bidt. Of iemand in de supermarkt die in de openbaring van God gaat. En jij durft dat niet. Steek je hand op, eerlijk. Jij durft dat niet. Steek je hand op, dat je het eng vindt. Ja. Voel je dan wel eens schuldig, veroordelen? Dat je denkt van, ik schiet tekort. Wees eens even eerlijk. Wie voelt dat wel eens? Denk je dat Jezus zo naar je kijkt? Zo van, nou, jij bent een tweederangs christen. En Wesley, ja, die zit op de eerste rang. Dat zit hij ook trouwens op de eerste rang. Wie voelt zich wel eens schuldig en tekortschieten als vader? Als moeder? Allemaal is last van, toch? Dat we eerlijk zijn. Je bent zo oprecht bezig en toch besef je op bepaalde momenten, joh, ik heb het eigenlijk verknald als papa. Ik ben gemeenteleider geweest. Nou, ik kan je vertellen dat ik heel vaak situaties heb meegemaakt. Situaties vergelijkbaar, maar waarbij de oudsten nu in zitten. En dat ik echt dacht van, oh Heer, help. En dat ik me zo rot voelde en schuldig voelde. Ja, vanwege ook de signalen die je krijgt, dat je opnieuw denkt, ik heb het niet goed gedaan. Ik ben niet een goed leider. Ik ben niet een goed leider. En dan moet je maar één ding doen. Dan moet je opzien naar God. En een nieuw beseffen wat Hij van je vindt. En wat Hij over je zegt. En Hij wil elke aanklacht, elk schuldgevoel steeds er opnieuw van je schouders afnemen. We gaan luisteren naar een prachtig mooi nummer. Wat alles te maken heeft met het evangelie van Jezus. De meeste van jullie kennen het nummer, denk ik. Maar ik hoop echt dat de Heilige Geest erin komt en je opnieuw raakt. Het lied zegt, ik vertaal het even. Ik blijf maar vechten tegen die stemmen in mijn gedachten die me wijsmaken dat ik niet goed genoeg ben. Al die leugens die me vertellen dat ik nooit aan de eisen zal kunnen voldoen. En dan vraagt de zangeres zich af, ben ik dan niet meer dan de som van mijn hoogtes en mijn dieptes? En dan vraagt ze, wilt u me opnieuw herinneren, Heere God, aan wie ik ben en hoe u naar mij kijkt? En u zegt dat ik geliefd ben, ook al voel ik het niet. U zegt dat ik sterk ben, ook al voel ik me zwak. U zegt dat ik vastgehouden word, ook al voel ik dat ik tekort schiet. En als ik voel dat ik er niet bij hoor, zegt u, maar je bent van mij. En dan zingt ze, oh ja, ik geloof het, ik geloof het. Ik geloof wat u over mij zegt. Zullen we met elkaar luisteren? Je mag gaan staan bij het lied en als je denkt van ik wil meezingen, de tekst verschijnt als het goed is ook. Dan mag je wel meezingen. Laat het maar gebeuren. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am. Because I need to know.
Dank u wel, Heer. You'll have every failure, God. You'll have every victory. Oh, Jesus. Zullen we allemaal gaan staan met elkaar en het uitzingen. Geloof. Dank u wel, Heer. Ik zal onze ogen sluiten. Dank u wel, lieve Vader, dat u in ons midden bent, Heer. En Heer, dat de jukken die op de schouders van sommige mensen rusten, Heer. Het juk van schuldgevoel. Het juk van altijd maar weer tekortschieten. Het juk van schaamte. Heer, dat u met uw liefde dat juk wilt verbreken, Heer. Heer, de boek Openbaring spreekt over de aanklager. Die ons steeds maar weer aanklaagt. Steeds maar weer de grond intrapt. Het gevoel geeft dat we er niet toe doen. Dat we opnieuw gefaald hebben. Dat het nog een keer in onze neus wrijft, Heer. Maar uw hart is zo groot van liefde, Heer. En ik dank u wel dat u op dit moment, Heer, de juk op onze schouders wegneemt, Heer. Er is geen veroordeling, zegt de Bijbel, voor wie is in Christus Jezus. Hij houdt van je. Hij houdt van je. En misschien ben je hier vanochtend en heb je nog nooit zo'n boodschap gehoord. Heb je nog nooit gehoord dat wie God werkelijk is, hoe God naar je kijkt. En misschien zeg je vandaag wel, hé, maar die God, daar wil ik bij horen. Die God, daar wil ik mijn leven aan geven. Die God, daar wil ik voor gaan. Hou je ogen gesloten. Ik wil je vragen, als je in de zaal bent en je zegt, Jan, dat is wat ik wil. Ik heb die boodschap gehoord. Wil je dan je hand opsteken als je zegt, bij die God wil ik horen. Bij die God wil ik horen. Dankjewel. 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 Vader, we bidden op dit moment voor deze mensen, Heer. Die hun handen hebben opgestoken. Heer God, we bidden, wilt u op dit moment ze overladen met uw goedheid, Heer. Deze stap die ze hebben gezet, Heer. Om u te volgen, om u te dienen. Heer, om die woorden te horen die u sprak tegen deze bloedvloeiende vrouw. Mijn dochter. U zegt tegen deze mensen die hun handen hebben opgestoken, mijn dochter, mijn zoon. Je hoort bij mij. Je mag in mijn gezin, in mijn familie komen. Heer, wat u zo zegenen met de stap die ze hebben gezet. Heer, dat bid ik zo in Jezus' naam. Als je hand hebt opgestoken, hiervoor staan zometeen mensen van het gebedsteam. En die willen verder met je bidden, met je praten. Hoe het verder gaat. Heer, dank u wel voor uw onbeschrijfelijk grote genade. Zullen we die God even een geweldig applaus geven en hem bedanken? Dank u wel, Heer. Wat Jan het zegt, mocht je een moment gebed wensen, of zit je in een seizoen dat je zegt, ik heb aanmoediging nodig. Ik nodig het gebedsteam ook uit om hier vooraan te staan. En ik nodig u uit om ook bij het gebedsteam te komen. Om kort te bidden. Een aantal mensen van het gebedsteam wil ik ook daar vragen om voor Gina te bidden. En tot slot, we gaan zo lekker koffie drinken. Ik moedig u aan om iemand uit te nodigen. Of een gesprek mee aan te gaan. Uit te nodigen thuis op de koffie. Lunch is nog beter. Spreek elkaar aan. Kijk elkaar aan. Moedig elkaar aan. En dan wens ik u een fijne zondag. Vergeet uw 10e brief niet op te halen bij de informatiebalie. Fijne zondag.